terwijl we dit opnemen, zien we ook allerlei reacties binnenstromen op onze vlog. En met name over de zonnepanelen. Dus daar gaat Ruud over, wat over zeggen. Dus even terug naar Ruud. Ik zal het kort houden. Nou, deze profi's die hebben dus dit prachtige systeem bovenop ons dak gelegd. Dit is het dan. Het laatste paneel is geïnstalleerd. Kijk toch eens wat mooi. Het is één groot veld van panelen. Ik vind dat het er geweldig uitziet. De mannen hebben geweldig werk gedaan. Ik ben er super blij mee. Met onze prachtige parasol in zicht laat ik jullie zien hoe mooi onze zonnepanelen liggen. Kijk toch eens, 12 stuks, 12 x 600 watt. Echt super, 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 super mooi. Alsof er één groot zonnepaneel op het dak ligt. Helemaal geweldig. Nou, de mannen zijn nog wat laatste dingetjes aan het afwerken. De aansluitingen moeten natuurlijk nog worden gedaan. Maar dan hebben we dus volledige zonne-energie in ons huis. Hoe geweldig is dat, hè? Geweldig vind ik dat. Die grote schotel trouwens die op dat terras staat, die gaat er vanaf. Daar hebben wij helemaal niets aan. De antenne is er inmiddels af. We hebben alleen nog maar een internetantenne. Dat is dat kleine dingetje wat je daar boven de zonnepanelen ziet uitsteken. En voor de rest. En het systeem wat rechts in beeld zit nu, met die glycolbuizen, dat wordt dus buiten werking gesteld door deze mensen. En dan hebben we dat ook opgelost. Dan is dat plekje is ook weer vrij. Nou, hoe mooi is dit, mensen? Hoe mooi is dit? Ik ben er super blij mee. En ik ga de drone naar beneden laten. Dus, even kijken of ik hem in mijn handjes kan krijgen. En natuurlijk moet je een shot dan afsluiten met diezelfde mooie parasol. Wat een leuk ding, hè. De wasmachine loopt, zoals jullie horen. Hij is bijna klaar, dus hij is aan het centrifugeren. Maar dat is dan toch wel heel mooi. Dat hij dus draait. Op die zon die daar in die blauwe lucht staat. Kijk, Ruud houdt het nauwlettend bij, maar ik kan het denk ik net niet zien. Maar hij zal het jullie wel vertellen. De visite is net vertrokken en we zijn even aan het opruimen. En ik zeg, hé, er zwemt wat in het water. Dus Ruud heeft even de zaklamp gehaald. En kijk eens even. Dat is dat salamandertje wat we eerst in de... Kun jij iets naar links schuiven, dan komt hij beter in beeld met de... Lamp, ja zo. Zie je dan, denk ik. Net zonder die drijft gewoon op het kijk, water. Kijk. En dan gaat hij naar die toch. Zou hij dat eten? Die toch is veel te groot. Oh. Kijk wat hij doet. Nee, hij gaat er voorbij. Wat een leven heb je dan s'nachts in het zwembad, hè? Ja, wat zwemt er? Dat is een wesp. Zou hij hem eruit moeten vissen of gaat hij er zelf uit? Hij leeft gewoon op het water, zie je dat? Ja. Dus als ik naar voor hem schijn, dan ga ik insectjes voor hem vangen. Zo, wat drijft er dan veel op het water, hè? Moet je kijken, joh. Ja. Eigenlijk is hij gewoon rustig aan het zwemmen. Nou, ik denk dat hij nou verblind is door de zaklamp. Zou dat ook kunnen? Of kan dat ook niet?
Ik heb nogal gekke theorieën. Ik had zoiets van, wat moet hij nou in chloorwater, zo'n salamander? Je dicht allerlei menselijke eigenschappen toe aan beestjes. Ja. Nou ja. Kijk, dan haalt hij het licht weg en dan gaat hij weer zwemmen. Oh, hey. Hij wilde die wesp pakken. Dan beweegt hij grappig, hè? Ja. Een beetje onbenullig eigenlijk. Ja. We zijn dus in Moraya. We hebben hier net... We hebben hier net twee... nieuwe lichtstoelen opgehaald. Ze zeiden dat hij een week in de garage had gestaan, maar misschien iets langer. Maar ze zien er nog, ja, jaren en een week, nee. Maar ze zien er nog heel goed uit. En we zitten dus hier bij El Portet, wat die meneer zei. En dat schijnt een leuk plaatsje te zijn. Dus dan gaan we even kijken. We begrepen wel, hobbeltje. We begrepen wel dat het heel druk zou zijn. Dus dan gaan we eens even kijken. Het is wel een grote urbanisatie hier. Hele grote, ja. Ja, ja, ja. Hier kun je niet eens even denken, ik ren eens even het zwembad in. Ja, je kunt wel rennen, maar dan moet je wel zorgen dat je badpak op zijn plekje blijft. Oké. Okay. Zo druk. Ja? Ongelooflijk op dat water, of op het strandje. Wel, vol. Ja, wel, ja, hier moet je dan met je scootertje naartoe. Ja, ja, ja. Ja. Ja, je kunt in jouw auto niet kwijt. Nee. Nou, we zijn hier nou toch. Kijk, daar hebben we de bus even geparkeerd. Moraira. Nog nooit geweest. Het is hier lekker warm. Pal aan zee natuurlijk. De sfeer is wat anders, hè. Even kijken, waar is... Oh, daar is Brigitte. Eens even kijken wat hier te zien is. Mooie bloemetjes. Und? Lekker warm. Lekker warm. Oh, kijk, haventje. Ook leuk, hè, water. Water, haventje is altijd leuk, hè. Club Nautico Moraira, inderdaad, ja. Dat is een leuk gezicht, zo'n haventje. Maar, is er ook wat bij. Ik denk dat we meer die kant op moeten. Of hier beneden is ook, ja, hier beneden is wat. Maar hoe komen we daar? We gaan even op ontdekkingsreis. Nou, dit paadje volgend kwamen we nergens uit. Dus de berg weer beklommen inmiddels, ik schat zo'n 35 graden. Wij denken dat je daarachter, even kijken met mijn vinger daar, daar zie je die rots van Kalpen en daar Kalpen zelf, denk ik. Even een beetje inzoomen. Ja, het lijkt er wel op. Dus daar zitten we aan de andere kant. Bij Moraira. Nou, wij gaan een stukje de kust volgen. Ja? Zie. Oké, zie. Oh man, het is hier weer... Weet jullie nog dat we in Havea, Denia waren? Dat het zo... dat er zo'n hoge luchtvochtigheid was. Dat is... Dat is nu ook. Ja, dat is hier ook. Ja. Ik was even aan het puffen. Jij was aan het puffen, stiekem met puffen. Ja. Nou, het is hier erg vochtig weer, dus... We stappen lekker in de airco-auto en dan gaan we... Maar dat is dus je... Eigenlijk zijn we goed gewend, maar je hebt af en toe van die vlaagjes. Je denkt, oef... Ja. En hier is dat nu zo, maar ook weinig wind. Ja, het is helemaal windstil. Ja, ja. De hoogste palmboom beweegt hier niet. Dus, nee. Maar mooi uitzichtje over zee. We gaan een beetje verder kijken. Nou, misschien dat we hier in het najaar nog een keertje terug gaan. Op het lijstje van zoveel te doen. Dan gaan we in de auto. En tata, daar liggen ze hoor. De Nardi... Wat is het, strandbed? Ja. Ik ga hem zo klem zetten achter de bijrijdersstoel. Dat is net wat veiliger dan wat we hadden. Ah, oké. Okay. Nou. Vamos. Vamos. Zie je dat er nog dat water? Ja, ja. Het is wel een grote haven, hè? Ja. Uitzichtpuntje. Helemaal leuk, maar voor ons is het de bevestiging dat het zo fijn is
dat wij op de kamp wonen. Echt wel? Ja, dat vinden wij echt dan fijn. Leuk om naartoe te gaan, maar ook weer een goede bevestiging. Nou, we gaan richting huis. Dan gaan we de stoeltjes even mooi schoonpoetsen en een leuk plekje geven bij ons aan het zwembad. Denk onder een parasol of niet? Ja, of ergens waar schaduw is. Dus helemaal goed. Daar staan ze hoor. En kijk eens in de verte. Met bijna een volle maan. Cool. Ja mensen, ik hoop dat jullie mij kunnen verstaan. Ik ben een stukje aan het toeren, lekker aan het kijk, door dit terrein een beetje aan het rossen. Ik kreeg net een update. Weet jullie nog die containers? En wij dachten, ja, containers kun je altijd overal neerzetten, maar nee. Het blijkt dat deze toch illegaal zijn. Daar heeft de lokale burgemeester al wat van gevonden. Het is gemeld aan de Generalitat in Valencia. Maar ja, die zijn bij vakantie, hè? Het is zomer. Maar vanaf begin september wordt er actie genomen, zeg ik zo. Het verhaal van die Filipijnse man of vrouw, dat klopt in elk geval. Maar de koop is niet door de notaris bekrachtigd. En de gemeente is er gewoon niet blij mee, omdat er een algehele bouwstop ligt in dit gebied. En dat blijft voorlopig nog een tijdje. Dus we zijn benieuwd hoe het verder gaat natuurlijk. En wij gunnen iedereen zijn huis. Maar dit is een actie van de gemeente. Het enige wat wij doen is melden. En zien wat er verder gebeurt. Ik ga nog een stukje verder. Er is weer een vrachtauto. En er wordt weer wat geleverd. Dus ik ga eens heel even kijken. Daar. Ja. De tafel wordt bezorgd in de naaien. Dit is hem. En die komt dan hier. Dat is de onderkant. En dan komt die lamp erboven. Heel mooi. Goedemiddag. Ja, het is hier middag. Ik heb een hoop spullen bij me. Want ik heb nieuws. We zijn de laatste tijd natuurlijk vreselijk druk geweest. Met het huis, met de zonnepanelen, zoutwater, zwembad, kunstgras. Keukendingetjes, heel veel keukendingetjes. Maar op een gegeven moment heb je zoiets van, oi, zoals de Duitsers zeggen, ich hab die Schnauze voll. Dus kijk eens even. Wij gaan. Ja, mensen. Wij gaan op roadtrip. Dus we zijn de bus aan het volladen. Je kunt het niet zien, alles is al netjes in de kastjes. Maar we hebben natuurlijk ons kleedje, ons watertje, onze powerstation. Wij hebben onze spulletjes die noodzakelijk zijn voor de bus. En hier komen nog wat spulletjes bij. Zaklampje. Wij nemen altijd walkie-talkies mee, want Brigitte gaat meestal de boodschappen doen en ik blijf dan binnen. Maar ik kan zeggen, oh, daar zijn we aan toe. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. En waar gaan we naartoe? Hè? Voor ons een weet en voor jullie een vraag. Maar jullie gaan het uitvinden. Wij gaan, dat ga ik ook niet zeggen hoe lang we op pad gaan. Maar we gaan op pad met het busje en we gaan jullie meenemen. Dan kunnen jullie kijken wat wij zoal uitvreten, zeggen we altijd. Wat wij zo allemaal doen als wij eventjes afstand nemen van al onze werkzaamheden. In dit prachtige huis. Oh ja, nog een werkzaamheidje. Kijk, dit ding, dat wordt ook vernieuwd. Zodra we terugkomen van dit tripje, komt daar een nieuwe deur in de garage. Want dit is echt bagger. Dus, ik ga verder de bus volladen. Nog even de kleding verzamelen. Die gooien we erin. En dan morgenochtend gaan we rijden. En dan gaan we eerst een bezoekje afleggen bij een bekende Nederlander. Die jullie misschien kennen van het vorige seizoen van, hoe heet dat programma nou? B&B Vol Liefde.
daar gaan we op bezoek. En daarna gaan we weer verder. Kom maar mee. Dit is hem dan, de tafel. Hier hebben we zo lang op gewacht. Met name de stoelen, dat wat veel, want het zijn dus gewoon stoelenpoten, maar die kunnen dus ook draaien. We zijn het gezamenlijk nog niet eens over de lamp en de plek. We hadden hem eens overdwars, want dan vonden we de stoeltjes niet mooi. Dus nu vinden we hem, zo vinden we hem wel mooi staan, maar past de lamp niet echt. Ik vind dat hij bij een stijl moet staan. Ik vind ook dat hij best diagonaal kan en ik vind dat hij ook best hier kan. En heerlijk, want je bent natuurlijk samen. Ruud ziet het natuurlijk totaal anders. Maar joh, dat maakt helemaal niet uit, want we hebben de tafel. En dan denk je, daar gaan we eens even enorm van genieten. Dat gaan we ook zeker doen, maar niet nu, want wij gaan op trip. Ja, het is allemaal weer strak gepland. We wachten nog op Iwan, die zou eigenlijk gisteren het zoutwaterzwembad verder in orde maken. Maar die komt straks, dus hopelijk kan dat lopen en inwerken. En ja, we weten het eigenlijk niet. En gaan wij morgen gaan wij op stap. En dan gaan we ook iemand bezoeken. En dat is eigenlijk ook alweer een bekende. Ja, bekende. Ja, best wel. Gaan jullie zien. Maar eerst ga ik even pakken. Moet ik ook nog doen. En er is weer een dag voorbij. We wachten sinds gisteren op Iwan. Ja, en aangezien wij morgen op trip gaan, wilden wij vandaag het zout water eigenlijk al geregeld hebben. Maar dat kunnen we beter doen als we terug zijn. Dus Iwan is alles in orde aan het maken. Hij is aan het knutselen, plakken, knippen en alles. En dan moet het helemaal goed komen. Ik zal eens even daar binnen kijken. Ja, het is heel wel nat. Het hele systeem wordt er nou tussen gezet. En dan gaan we naar de moment of truth, hè? Kijken of het past. Ja, maar wij vertrouwen iemand. Fits? Nee, niet hoe fit dit. Is dat? Hij wilde minder buizen. Ja. Niet gelukt. Nee, maar het is wel mooi. Ja? Mag ik even kijken? Hij heeft hem weer in de auto gelegd. Dat is een of andere tang, daar kan hij al die dingen mee aandrijven. Kijk, mooie dingetjes. Ah. Oh. Is eigenlijk gemaakt voor oliefilters van auto's. Ah, oh, oké. Okay. Het is niet warm, hè? Mensen, zien jullie dat? Het is heel warm. Volgens mij is het dik 40 graden nog steeds. Nou, ik denk hier, dit is hier een beetje benauwd warm. Ja. Hoe ga je om die buis heen verder als je dat wit wil maken? Proef ik hem maar af. Ah, zo. Not. Nee. Het autootje loopt. We zijn bijna klaar voor vertrek. Maar voordat we vertrekken, wordt er nog een toegestaande diefstal gepleegd? Draaiend eraf. Ze zijn heel dik, jongens. We nemen voor onderweg wat vijgen mee. Kijk, deze barst al een beetje open zelfs. Geweldig. Och, hoe kun je daar blij van worden. Die zijn zo lekker. Ja. Dus die gaan mee voor onderweg. En wij nemen jullie mee. We laten jullie zien waar we naartoe gaan. Broodje gescoord voor onderweg en dit keert om. We gaan starten in Pedralba. Pedralba. Daar gaan we op bezoek bij Twan. Twan heeft ooit meegedaan aan B&B Vol Liefde en is ook door DW geïnterviewd omdat hij zijn bus heeft omgebouwd. Twan is van origine fietsenmaker. De reizende fietsenmaker. Ja, ik geef de camera omdraaien. Ja, Twan die had ook zo'n DHL-bus en nu heeft hij hem helemaal lege groen gekwast of gerold. Ja. Mooi busje. Ja. Ja. Ja, was geel inderdaad. Dat was eerst geel. Ja. Ja, we zijn echt onderweg en we hebben een heel mooi plan. Wij hebben van de site van Spanje vandaag, ik weet niet of jullie daar bekend mee zijn,
hebben wij een route geplukt. En dat is de N260 door de Spaanse Pyreneeën. En ik denk niet dat we de hele route kunnen gaan rijden, want het is best wel een heel stuk. Het begint aan de Middellandse Zeekust en de Costa Brava. En ja, dat gaat eigenlijk helemaal tot aan de Atlantische Oceaan. Dus dat gaan we niet redden om dat hele stuk te doen. Even nog... Daarnaast... Ja. Daarnaast... Ik ga het zeggen. Maar jij gaat het wat doen. Daarnaast... Kijk, dat zit dan weer te kletsen. Nee, nee, we gaan dus een hele leuke route rijden. Maar daarnaast... terwijl we dit opnemen... zien we ook allerlei reacties binnenstromen op onze vlog. En met name over de zonnepanelen. Dus daar gaat Ruud over, wat over zeggen. Dus even terug naar Ruud. Ik zal het kort houden. Als dat moet bij jou. Niks moet. You will. Ja, dat was vooral een vraag van... natuurlijk gerelateerd aan de Nederlandse situatie. En ik begrijp dat daar die... God, hoe heet die regeling ook alweer, hè? Salderingsregeling. Dankjewel, dat is het. Ja, dat gaat er natuurlijk vanaf. Kijk, ze zeggen wel zo, Spanje loopt een beetje achter. En gelukkig op dat gebied loopt Spanje ook een beetje achter. Want wij gaan wel degelijk elektriciteit terugleveren aan onze leverancier. En onze... we gaan het niet terugleveren. Het gaat in een soort cloud. Ja, ja, maar je levert dat dan terug. Ja. En dan wordt er, het verhaal gaat dan, je gaat in een virtuele batterij, ga je energie opslaan. En dat wordt dan uiteindelijk in de winter weer verrekend of tijden dat we zeg maar grid-energie gaan gebruiken. Dan tanken wij dus eerst uit onze virtuele batterij voordat we andere soorten elektriciteit moeten gaan betalen. Ja. En volgens mij ging de vraag ook over wat voor soort zonnepanelen. Of wij micro-omvormers erop hebben zitten. Nou, wij hebben 580 watt panelen, 12 stuks. Die hebben zover ik weet, en ik ben geen zonnepanelen-expert. We hebben geen micro-omvormers erop zitten. We hebben één omvormer. Die hangt in de garage. Dat is een 7,5 kilowatt omvormer. En ja, we gebruiken ook een batterij. We hebben een 10 kilowatt batterij eraan hangen. En wij zitten nu elke dag als een stel verslaafd op het appje te kijken van kijk eens, we gebruiken alleen maar zonne-energie. En we nemen geen stroom af van de maatschappij. Ja. Volgens mij was er nog een vraag over. Weet je dat nog? Nee, maar daar komen we dan op terug. Ja. We zijn er. We gaan even lekker buurten.